Goedemorgen, vanochtend vroeg bij zonsopkomst zullen we weer wat ijs gaan zien op de grond, op de paddenstroe bijvoorbeeld op het gras. Want het heeft weer wat gevroren aan de grond en ook op sommige plaatsen zelfs op anderhalve meter hoogte. Vandaag is het een uh, vrij frisse herfstdag met wel wat ruimte voor de zon. Verspreid over het land er gaan stapelwolken ontstaan en vanuit het westen trekken een paar buien vanaf de Noordzee het land over, met name over de noordelijke helft van het land. Maar ook in het zuiden zou een enkele bui kunnen vallen. Het zuidoosten houdt het waarschijnlijk helemaal droog. Met temperaturen van 8 tot 10 graden. En de wind die waait erbij uit een zuidwestelijke richting. En kan vooral aan de kust nog eventjes flink aantrekken bij zo'n bui. Na nou, een windkracht 5 tot 6. Maar in het oosten en zuidoosten staat waarschijnlijk veel minder wind. en De buien die zijn dus heel lokaal, maar trekken wel heel langzaam over het land. Dus als het regent, kan het ook een langere tijd regenen. Morgen neemt de kans op een bui af en hebben we een mix van wolken en zon. Na een graadje vorst. In de nacht is het overdag een graad of 10. Op maandag hebben we eerst nog wat zonnige periode, maar de bewolking gaat dan toenemen. En een storing trekt het land binnen. In de loop van de middag gaat het in het westen van het land regenen, maar het oosten komt pas in de avond aan de beurt. Dus daar is het nog gewoon een mooie dag maandag. En dinsdag vallen overal wat buien. Misschien met hagel en met 7 graden is het best wel fris voor begin november. Normaal gesproken is het dan een graad of 10 in deze tijd van het jaar. En ook de dagen daarna blijft het licht wisselvallig. Zon, wolken, af en toe een beetje regen met temperaturen van een graad of 8. En de nachten blijven voorlopig aan de frisse kant. Fijne dag!